Veiligheidswetenschappers hebben een 360 graden blik. Veiligheidswetenschappers kijken achterom, trekken lessen uit ervaringen, uit positieve en negatieve ervaringen. Alles lijkt op rolletjes te lopen. Maar is dat wel zo? En waarom is dat zo? En waarom ging het die ene dag dan toch mis? Of bijna mis? Belangrijke dingen om te weten. Veiligheidswetenschappers staan bewust in het hier en nu en brengen dat ook over op anderen in hun organisatie. Zij kijken daarbij naar de context, omgevingsfactoren, regelgeving, ervaringen van anderen in andere contexten. En ze volgen ook van nabij de ontwikkelingen in verschillende relevante disciplines op. En veiligheidswetenschappers kijken natuurlijk ook vooruit met het oog op preventie. Welke risico's kennen we? Welke moeten we bijkomend onderzoeken? En hoe kunnen we die eventueel voorkomen? Maar je kan niet alles voorkomen, je kan niet alles voorzien. Er blijven altijd onvoorziene omstandigheden. Daarom besteden we binnen de opleiding aandacht aan noodplanning en crisismanagement. Hoe bereid je een organisatie voor om indien nodig in crisismodus te gaan? Welke zaken kan je vooraf voorbereiden? Wie maak je voor wat verantwoordelijk? Hoe ziet de crisisorganisatie van de overheid eruit? Met welke actoren krijg je te maken? Dit zijn een paar dingen die we in de cursus noodplanning en crisismanagement behandelen. Maar we hebben ook uitgebreid aandacht voor zaken als crisiscommunicatie en de uitdagingen die het snel evoluerende medialandschap en met name de sociale media op dat vlak stellen.